we zijn bij de opening van de nieuwe vlotter. Wat houdt de project de nieuwe vlotter in? Ja, het is eigenlijk een heel leuk verhaal. Eerst wil ik even zeggen, het is project de vlotter noemen we het, maar het is eigenlijk de vlotter en de duinweide. Het zijn twee gebieden die bij elkaar horen, maar het is leuk om gewoon de vlotter, dat is een mooi compact woord, om dat te gebruiken. Er staat in allerlei onderzoeken, hydrologische onderzoeken, bodemonderzoeken, archeologische onderzoeken, hebben we allerlei onderzoeken gedaan. Die zijn de basis geweest voor dit ontwerp wat er nu ligt. Wat we hier doen is een viertal dingen. We zorgen voor meer ruimte voor recreatie. Dat we, om de recreatie wat meer in de binnenduinen te houden, zorgen ervoor dat het in de westelijke duinen wat rustiger kan blijven, waar de topnatuur zit. Dus daarmee kunnen we wat soneren. Een tweede is dat we klimaatverandering hebben. En dat betekent dat er clusterbuien komen, dat er meer droogte komt en dat soort zaken. Nou, dat kunnen we heel goed opvangen in dit soort gebieden, waardoor de bollentelers, maar ook de bewoning buiten de duin minder last heeft van die clusterbuien. Dit doen eigenlijk de binnenduinen, want dat gebeurt hier. Hè. Het water loopt er ook weer uit. En hoe actiever en hoe lager je die binnenduinen ook maakt, en hoe meer daar het water verlaagt, hoe sneller zo'n heel duinsysteem ook weer leeg loopt. Dat is echt een duidelijk verhaal. Daarnaast zijn wij natuurlijk een drinkwaterbedrijf. En hieronder zit het drinkwater. En door het water vast te houden, zorgen we ervoor dat die zoetwaterbel dat die groot blijft en stevig blijft. En zorg je ervoor dat we de teelt, waarbij toch wel veel gifstoffen gebruikt worden, dat die uit de duin vandaan gaat, waardoor het water ook schoon blijft en wij minder hoeven te reinigen in het water. En dat kunnen we allemaal realiseren door een stuk natuur aan te leggen. En dat hebben we hier gedaan. We hebben hier dus een stuk natuur aangelegd, wat dus geschikt is voor recreatie, klimaatadaptatie, drinkwater en natuur. De wijze waarop PWN dat hier doet, zoveel belangen, ze zijn allemaal genoemd, die allemaal bij elkaar gebracht worden. En als je ook ziet, als je hier bent en hier wandelt, hoeveel mensen hier van genieten. Maar hoeveel doelen nog meegediend worden naast dat belang van goed en schoon drinkwater. Wij kennen een heel belangrijk gezegde en dat luidt: een burgemeester is net als een fiets, zonder ketting is hij niet. Hoe is dit tot stand gekomen? Nou, als ik helemaal terug ga, er is in 2010 een stageloper geweest bij ons. En die heeft eens een keer een plannetje hiervoor geschreven, voor een stageopdracht. En dat is bij ons op het plan komen te liggen. En op een bepaald moment was het zo van, ja, er komen gelden vrij, ook vanuit natuur. En voor natuur, vanuit die hele stikstofparagraaf. En dan zijn er kansen om dit soort projecten uiteindelijk een keer te gaan realiseren. En dat is hier dus ook gebeurd. En dat is de reden geweest waarom we hiermee zijn gestart. Wat wordt er met dit project de vlotter gecreëerd? Ik denk veel meer natuur, veel meer biodiversiteit, meer recreatiemogelijkheden. Maar ook dus een buffer voor water in de duinen van hoge kwaliteit, zoals je op de achtergrond kan zien. Ik heb meegekomen ook dat de gemeente als Heemskerk die enorme klap water krijgt en letterlijk... Nu zitten we nog eigenlijk in de beginfase van het hele project. Wanneer verwacht je dat het wat meer zichtbaarheid wordt? Ja, dat vraag je voor mij om in de glazen bol te kijken natuurlijk. Maar ik verwacht dat als wij volgend jaar hier weer zouden staan, dat het allemaal groen zou zijn. En dat, dus dat het tot rust is gekomen. Dat een deel van die hekken weg is gehaald die nu nog nodig zijn om de mensen wat meer te sturen. Omdat het nog niet helemaal helder is waar de paden lopen. En dat, ja, dat iedereen zoiets heeft, oh, was het hier vroeger anders? Dus ik denk dat dat met een jaar wel voor een heel groot deel zou kunnen gebeuren. Maar dan kijk ik in de glazen bol.